Trainersvisie. Het weekend is er alweer overheen gegaan, dus je hebt rustig kunnen nadenken en analyseren. De wedstrijd AZH-DVS 33, hoe ziet jouw analyse eruit? Ja, ik ben een beetje bang dat ik als trainer meer genoten heb van afgelopen zaterdag dan een gemiddelde toeschouwer. Ik vond het knap van onze ploeg hoe we aan de bal het positiespel weer oppakten, wat een klein beetje weg was. Daar was ik echt tevreden over. We hebben weinig kansen weggegeven tegen een AZH dat de afgelopen weken natuurlijk liet zien over veel scorend vermogen te beschikken. Maar uiteindelijk hadden we winst nodig om zowel in de stand als in de derde periode extra goede zaken te doen. Dus ook wel de teleurstelling over uiteindelijk de 1-1. De eerste 6 minuten was ik vrolijk positief. Ik denk, hey, yes, dit gaat weer zo'n middag worden helemaal voor DVS. En dan die 7e minuut, Bert. Ja, en dat begint wel een apart verhaal te worden. Ik vind gewoon, als je dan onder druk staat op je eigen 16 meter, met alle goede bedoelingen om weer eronder uit te voetballen, vind ik op dat moment, we hebben nu al een paar keer gehad dat we daar balverlies leiden, omdat we ons... gewoon te lang blijven voetballen en het mooi op willen lossen. En dan moet je eigenlijk zo'n bal gewoon wegrossen. Eerst onder die druk uit en dan weer zorgen dat je goed aansluit. En ik weet echt wel dat jongens goed positiespel kunnen spelen. Maar daar op die 16 meter mag het je gewoon niet gebeuren. En helaas gebeurt het wel. Wij vroegen ons af als commentatoren van is dit nou geen overtreding van achter een speler aanvallen. Maar ik weet niet hoe jij daar tegenaan keek. Ja, je kijkt als trainer meer naar hoe de situatie ontstaat en waarom die ontstaat. En of het dan wel of geen overtreding is, ja, dat is aan de scheidsrechter. Vanuit mijn hoek leek het inderdaad of hij een zetje in zijn rug kreeg. Maar nogmaals, dat moet je allemaal zien te voorkomen door niet in zijn situatie te komen. En dan als je die bal gewoon weglegt, kun je alsnog een beuk in je rug krijgen. Maar dan heb je een vrije trap mee. Maar nee, ik vond dat we dat onszelf aandeden. Het is toch wel zo in de loop van de competitie dat de tegenstanders hun huiswerk wel heel goed doen en DVS door en door analyseren en zich aanpassen aan DVS en het antwoord daarop, dat blijft een beetje achterwege zeg maar van DVS kant. Ja, die mening deel ik niet. Ik vind dat we zaterdag hebben tactisch anders neergezet en dat was voor iedereen te zien. We kwamen daardoor uitstekend, vooral aan de rechterkant, door. Maar wat je ook vergeet inderdaad, is dat inderdaad tegenstanders zich aanpassen. Nou, wij hebben dan verschillende plannen tegenover staan. Maar goed, dan moet je het ook in de perfectie uit kunnen voeren. Nou, en wat we zaterdag gewoon goed deden was, verdedigend stonden we goed, weinig kansen weggegeven. Maar aan de bal kwamen we redelijk goed door tot 25 meter van de goal. En toen vond ik de inspeelpaas op de spitsen was onvoldoende of de spitsen die waren niet daar waar we ze graag willen hebben. Maar goed, weet je, je probeert van alles ook tactisch om tegenstanders te verslaan. En dat was ook zaterdag zo. Want opnieuw waren hun aan het zoeken van hoe staat DVS nu eigenlijk. Want dat zag je ook hoe AZH erop reageerde. Dus op dat moment zijn we wel een stapje voor. Maar dat is ook het moment waarop je het verschil moet maken door te scoren. Nou, het ergste gebeurde, zij scoorden. En dat was even lastig. Ja, dat was inderdaad even lastig. Achteraf zeg je dan, ik had Barry misschien even wat eerder moeten brengen. Of is dat onzin? Nee, ja, dat is jouw visie. Het is altijd afwachten wanneer je Barry moet brengen, wanneer het juiste moment is. Ik kan me herinneren dat ik hem een keer gebracht heb, dat iedereen zei, hoe kun je dat nou verzinnen? Ja, nu breng je hem en valt hij prima in. Leg de ballen neer waar we willen. Alleen we halen het voordeel niet uit. Ja, dat is altijd zo met een wissel. Dat is altijd achteraf gepraat van hoe het uitpakt. Ja, het is niet mijn visie hoor, het was gewoon een vraagje van een journalist. De wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Ajax, dat belooft wel weer wat meer... voetbal te worden, denk ik. Want ja, Ajax wil ook voetbaltechnisch partijtje op de mat leggen. DVS wil dat ook. Dus wat verwacht jij? Ja, ik denk dat DVS tegen Ajax altijd wel garant staat voor goed voetbal. Ajax zit in een goede flow. Zaterdag knap resultaat tegen Sedoko. Sterk middenveld, goed combinatievoetbal, veel beweging. Dus volgens mij zijn ze veilig gespeeld. Dus ja, dan weet je dat jongens van Ajax altijd net iets extra's kunnen brengen. Dus het belooft een interessant duel te worden. Omdat ik denk dat wij ook in het uitduel hebben laten zien dat we wel het ons wel ligt om tegen Ajax te spelen. 5 wedstrijden, 15 punten, Bert. Ja, dat zou sowieso wel mooi zijn. En dan maar zorgen dat we die nacompetitie gaan halen natuurlijk. Nou ja, het is nog een paar prachtige weken. En dat zijn de weken waarin niet alleen op je eigen veld wordt gekeken, maar dat toeschouwers ook op een mobieltje zitten van hoe zou het op andere velden zijn. Veel spanning en dat maakt het ook wel weer heel erg interessant. Alleen het is natuurlijk wel de zaak dat wij uiteindelijk daar staan waar we willen staan. En dat is in de nacompetitie. En Quickbos gewoon van Noordwijk winnen aanstaande zaterdag, hè? Ik heb geen idee, hè. Dat gaan ze samen uitknokken. Dat belooft natuurlijk een aardig potje te worden. En
Maar ik heb geen idee. Noordwijk heeft het wat lastiger op dit moment. Quick Boys zit in een goede flow. Maar Noordwijk is natuurlijk wel een ploeg die zich heel erg goed kan instellen in dit soort wedstrijden. En dat hebben ze ook bewezen dit jaar. Dus het belooft een mooi potje te worden.